Nog geen 5 minuten nadat wethouder Vrouwkje de Jonge contact had gehad met waarnemend burgemeester Bijleveld, stond er een grote machine voor de deur van het WTC om een fotopaneel op een andere plek te zetten. De CDA-wethouder vond de plek van de foto onhandig gekozen. De meest expliciete staat wel op een ongelukkig punt. Namelijk op in de looproute. Tentoonstelling kent echt een soort van opbouw. Neemt je mee in wat dat unseen leven is. Maar om nou gelijk pot die als eerste te krijgen, vonden we wel erg heftig. Dus in goed overleg overigens met de organisatoren van de tentoonstelling gaan we de volgorde even veranderen. Over de tentoonstelling is de jongen enthousiast. Nou ja, hij heet Celebrate the Unseen. En hij geeft inderdaad inkijkjes in het leven van, laten we even kort zeggen, mensen die niet hetero zijn. Waarvan niet iedereen zich altijd bewust is dat dat ook bestaat. Hè? Dus je ziet natuurlijk mensen op straat bewegen, maar mensen hebben ook een leven niet op straat. Kijk, ik ben een CDA-mevrouw. En bij een aantal foto's denk ik, dat had van mij in je eigen slaapkamer mogen blijven. In totaal staan er 20 grote panelen met verschillende fotoreportages. Te zien is onder andere hoe LHBTI-personen zijn getroffen door de coronapandemie. Ook zijn er verhalen te zien over onderdrukking van mensenrechten, homoseksualiteit in de sport en eenzaamheid onder homoseksuele ouderen. Directeur Hein-Jan Keizer van de Pride Photo Week geeft aan dat de tentoonstelling als doel heeft om mensen aan het denken te zetten. Als je een LHBTQIA+ tentoonstelling organiseert waarmee je mensen aan het denken wil zetten en je thema is Celebrating the Unseen, dat is een stapeling van elementen natuurlijk, die ook vraagt om, laten we zeggen, discussie. Dat levert ook foto's op die af en toe wat schuren en waarover we met elkaar het gesprek aan moeten. De locatiemanager van het WTC, Ravin Abdulak, was verrast door de komst van de tentoonstelling voor zijn deur. We waren eigenlijk wel heel verrast, omdat we hem vrij laat doorkregen dat deze tentoonstelling voor ons deur werd geplaatst. Ik ben er wel eigenlijk heel benieuwd wat voor verhalen het gaat opwekken. Ook discussies aan de receptie, dat merken we nu al. En daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. We staan er zeker voor open dat het kan in Almere. De tentoonstelling is nog 3 weken te zien voor de deur van het WTC in Almere.